Ik ga jullie laten zien hoe deze muffe gamekamer wordt omgetoverd tot dit. Zo, dat is niet slecht. Ik ben al 12 jaar YouTuber en zit praktisch de hele dag in mijn studio. Maar toch heb ik nooit echt de moeite genomen om er een echte vette plek van te maken. Maar daar komt verandering in. Stap 1, ik moet de hele studio leeghalen. Alles moet ik eruit flikkeren. Laten we daarmee beginnen. Daar gaan we. Eigenlijk het enige wat ik hier nog heb staan is mijn oude bureau en Horan. Dit ding is zo kapot eigenlijk, want ik heb een keer allemaal water over me heen laten vallen. En kijk eens wat hier ligt. Ik heb laatst een bakje koffie om laten vallen. Ik dacht dat ik alles had opgeruimd, blijkbaar toch niet. Nu vraag ik me alleen af, wat ga ik doen met mijn oude bureau? Je kan ook duidelijk zien waar mijn bureau stond. En kijk ook dit, is zo ranzig. Je ziet zelfs teennagels ertussen. Oh, ik moet me zo schamen. Ik leef echt als een barbaar. De hele studio is prachtig schoon. En ik heb mijn keyboard in de hoek gezet. Oh, Harm, heb je een keyboard? Ja, ik heb sinds kort een keyboard. Ik ga er een hele leuke video over maken, maar dat gaat nog een paar maanden duren. En ik heb een mooie drankkast ook laten staan. Want dan ga ik natuurlijk niet met mijn poten aankomen, laten we heel eerlijk zijn. En die staat ook gewoon goed. Dit is prima. En dan is het tijd voor stap nummer 2. Een nieuw bureau, een nieuwe stoel. Alles nieuw. Alles moet gewoon nieuw. Dus laten we dat erbij gaan pakken. Jullie hadden het waarschijnlijk wel door. Deze video is natuurlijk gesponsord. Ik heb dit bureau van FlexiSpot gekregen en dit is het E7 model. Ik kan deze gewoon verstellen van hoogte. Hoe sick is dat? Ik heb alle linkjes in de beschrijving gezet. Dus ben je benieuwd wat voor bureau ik precies heb? Check het! Mensen, mijn nieuwe bureau die staat. En natuurlijk is hij van hoogte verstelbaar. Weet je wat? We gaan hem even proberen. 3, 2, 1... Oh! Holy shit, dit is niet normaal. Dit is trouwens nog een kabelgoot, die moeten we nog even goed bevestigen. Maar check dit dan, dit is toch insane. Zo hoog ga ik hem dus nooit doen. Hartstikke mooi. Oh ja, ik heb voor het eerst in mijn leven eindelijk monitorarmen. Iets wat ik al zo lang wilde, maar gewoon nooit gekocht heb. Ik heb denk ik nog wel 4 uur aan het bureau gewerkt. Maar dit is het dan, check dit. Oh, dit is echt insane. Ja, vooral die monitorarmen, ik heb hier een beetje mee gekloot. Maar ik heb ze nu op de perfecte hoogte, de perfecte afstand van mijn. Kijk, en als ik bijvoorbeeld dit monitor even zo normaal wil draaien, dan kan dat heel mooi. Ik kan hem echt alle kanten draaien. Dit is zo chill. Maar goed, de ultieme test. Ik heb dit oprecht nog niet uitgeprobeerd. We gaan hem nu zo hoog mogelijk proberen te doen met de monitoren. Ik ben oprecht misschien wel bang dat dit ding het plafond aan gaat tikken. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1, let's go. Huppakee, daar gaan we dan. Ik heb hier zo'n heel mooi besturingsdingetje. En, oh, daar gaan we dan. Oh, check dit. Hij komt echt dichtbij. Ik wist het, ik wist het. Oké, het scheelt 20 centimeter of zo, maar dit is de maximale hoogte. 136 centimeter hoog. Maar nu komt het grootste probleem, cable management en de computer connect. Hier ben ik daadwerkelijk denk ik 2 dagen mee bezig, want ik heb het nog nooit goed gedaan. Ik wil het nu een keer goed doen. Ik heb geen idee hoe ik dit precies ga doen, maar we gaan erachter komen. Maar eerst de nieuwe bureaustoel. Ik heb eindelijk een ergonomisch model. En voor de mensen die dat niet kennen, deze is simpel gezegd heel goed voor je rug. Alright, voordat ik op mijn nieuwe stoel ga zitten, ga ik eerst jullie iets laten zien. En ik zeg je eerlijk, dit is echt vreselijk. Mijn vorige stoel heb ik namelijk zo'n 6 of 7 jaar gehad. En dat kon je ook wel zien. Dit is nou ook mijn stoel. Ja, dit ding is ongelooflijk afgeracht. Hij is zo verkrekt. Elke dag voor 7 jaar lang heb ik hier opgezeten. En het hele ding is gewoon kapot. Hij bladert gewoon overal af. Dat doet me trouwens echt denken aan die ene meme dat die tas aan een zijden draadje hangt. Just let it go, bro. Het is tijd om afscheid te nemen van mijn baby. Zo. Weg ermee. Goed, deze stoel heb ik dus net in elkaar gezet. En deze zit zo ongelooflijk chill. En wat je zoekt in een stoel is dit. Gewoon letterlijk dit ene stukje in de rug. Dit is wat je nodig hebt. Ik kan ook lekker hangen in deze stoel. En dit ding hier achter mij is ook heerlijk verstelbaar. Wat echt super chill is. En daarnaast lucht deze stoel door. Ik heb daar echt nog nooit van gehoord. Maar je ziet het, je kan er ook bijna doorheen kijken. Dus als je een scheetje laat, dan gaat hij gewoon lekker er doorheen. Leuk man, echt top. Dan het volgende. Ik heb net dit hele mooie kastje in elkaar gezet. Het is eigenlijk een soort van tv-meubel. Maar je weet waarschijnlijk al waar ik hiermee naartoe ga. Hier komt mijn pc op te staan. Yeah. Let's check it out. Oh, dit past precies. En ik heb het gewoon niet eens uitgemeten, joh. Dit is sick. Echt een perfecte koop. Hoe zo'n klein kastje zoveel voordelen heeft. Dit is top, man. Oh, ik heb trouwens nog zoveel dingen gekocht. Dit is echt insane. Ik heb hier nog een kast. Ik heb hier nog een plankje van de muur. Ik heb hier nog een hele grote mat. Die mat die komt onder de tafel nog te liggen. En dat is ten eerste heel fijn voor mijn voeten. En ten tweede is het heel goed voor de akoestieken. Want ik wil natuurlijk niet dat het een beetje galmt hier binnen. En dat gaat ook niet gebeuren met zo'n dikke mat. Genoeg geluld. Ik heb mijn pc aangesloten en dagen gewerkt aan cable.
management, kastjes en andere dingen. Het is inmiddels 2 weken geleden en jongens, kijk eens. Dit is mijn nieuwe setup. Yes, oh dit is zo lijp. Ik heb ook een lijpe achtergrond. Behoorlijk trippy, maar prachtig. Dit is dan mijn cable management. Ik ben er best trots op, want ik heb nog nooit in mijn leven cable management zelf gedaan. Nou, dit is eigenlijk het lelijkste. Er gaan een paar kabels in mijn computer. Ik heb hier tegen de tafel een hele mooie hub geplaatst. En daar zit in principe elke USB in. Ik heb hier een klein kabelgootje waar alle kabels in lopen. Hier een stekkerdoos. Kijk, dit bosje hier is gewoon heel lelijk, maar daar kan ik niks aan doen. Want ik heb natuurlijk een sit-sta-bureau. Als dit ding bijvoorbeeld naar beneden gaat en het is hier net te strak, dan trekt hij alles uit mijn PC. En daarbij sneuvelt nog wel eens een videokaartje. Dat wil je gewoon niet. Nou jongens, laten we eerlijk zijn. Dit bureau staat rechtop en je ziet niet heel veel kabels. Dus ik ben er tevreden mee. Ik ben er blij mee. En aan deze kant heb ik nu trouwens mijn piano, mijn drankrek en een mooie kast. Hier heb ik alles in opgeborgen, zodat het niet op mijn bureau hoeft te liggen. En deze wil ik lekker schoon houden. Ik weet zeker dat dit bureau binnen 2 dagen weer vol ligt met troep. Maar goed, dat doet er niet toe. Het ziet er goed uit nu. Oh, en trouwens, ik wilde dat deze setup video meer dan 10.000 euro ging kosten. Dus heb ik maar een nieuw cameraatje besteld. Dat film ik nu op dit moment ook mee met een hele dikke lens. Dat is namelijk de Sony A7C. Boeit waarschijnlijk helemaal niemand, maar de camera kostte 2000 euro, de lens kostte 1000 euro. We hebben weer 3K erbij. Plus het bureau, plus de stoel, plus het kastje. Ik heb een nieuwe mat, ik heb nieuwe meubels. Maar goed, we zijn er nog niet. Er is namelijk nog 1 dingetje wat deze mooie studio mist. En dat is warmte, dat is liefde. Jongens, ik heb zoiets zieks. Deze studio mist namelijk kleur. LED-strips, LED-lampen. En daarom heb ik dit doosje. Kijk wat een joekel. Dit is toch niet normaal. Dit is echt een gigantische doos. Philips Hue was waar om deze doos op te sturen. En er zitten zoveel vette dingen in. En die ga ik uitpakken. Oh, dit is zo ziek. Dit is zo ziek. Oké, dit is een LED-strip. Die plak ik achter op mijn monitor. Die plug ik in mijn computer. En alles wat ik dan op mijn monitor zet, daar gaat dit ding ook in veranderen. Dus bijvoorbeeld bij deze achtergrond zou het betekenen dat deze ongeveer een beetje paars, oranje, rood is. Ja, oké, ik wil het echt gelijk testen dit. Nog meer spotjes. Nog een LED-strip voor onder mijn bureau. Want ik wil hier ook een onder plakken. Dat is super chill als je aan het gamen bent. Dan zie je ineens je voeten zo heel mooi in het paars of zo. Dat is toch top. Nog een LED-strip. En deze is voor mijn tv. Die ga ik op mijn tv plakken. Super. Live ga ik ook even testen natuurlijk. Holy shit. Oké, top. Ja, kijk. Ja, een gigantische lamp. Nice. We hebben inmiddels de strip opgehangen. En ik ga een stukje afsnijden omdat hij net wat te lang is. Oh, dit mag niet fout gaan. Dit mag niet fout gaan. Woe! We hebben door, dames en heren. Huppakee. En dan doen we daar een heel mooi klemmetje op. De strip zit erop. Dames en heren, het moment van de waarheid. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Let's go! Dit is, wow, dit lijkt net alsof er een dikke bouwlamp onderhangt. Wat? Yo, check dit. De hele vloer is gewoon ineens rood. Oké, komt ie hoor. We gaan nu naar blauw. Beetje groen of zo. Komt ie? Oké. Geel. Ja, vet hoor. Paars ook vet. Doe hem lekker op paars. Mensen, ik heb nog een LED-strip. Dit is de dikste LED-strip die ik ooit heb gezien. Deze is dus voor mijn monitor. Ik moet even uitzoeken hoe dit zit, maar deze gaat echt kapot blijven. Mensen, dit is wel heel erg dik. Kijk dan, ik heb hem opgehangen. Kijk, en dan moet ik even bijschijnen. Kijk, je ziet overal klemmetjes op mijn scherm. Daar zit dat ding in. Ik heb hem gekoppeld met mijn computer. En dit licht moet nu reageren op alles wat ik op mijn computer doe. Dus ook dit licht hieronder heb ik gesynct. Ik zet even een heel leuk Minecraft-filmpje van mezelf aan. Hartstikke leuk natuurlijk. Daar zitten allemaal verschillende kleuren in. Dus nu, kijk, je ziet het al. Het is al blauw. Het is letterlijk blauw. Oké, ik ga nu het licht uitdoen. Poem. En komt u maar. Let's go. Oké, ik ben benieuwd. Blauw. Rood. En deze. Kijk, deze pakt hij ook. Die verandert nu constant. Dit is ziek. Dit is zo ziek. Kijk, rood. Oh. En hij gaat weer blauw. Kijk, voor echte nerds onder ons. Ik heb nu een soort van studio aangemaakt in deze app. Kijk, er zit een licht onder mijn bureau en eentje natuurlijk op mijn monitor. En zo weet je ook precies de kleuren die onder in beeld pakt. Die moeten natuurlijk onder zitten. En de kleuren die boven pakt, moeten boven. Dus bijvoorbeeld bij deze achtergrond. Kijk, hier zie je water onder en je ziet lucht boven. En dat zie je dus ook gelijk terug in het licht. Echt heel sick. Ik had nog wat andere lichten waarvoor ik niet het perfecte plekje wist. Dus die heb ik maar in de woonkamer opgehangen. Hier zitten 3 pitjes in. Er hangt eentje aan het plafond. En een strip achter de tv. En die is heel...
heel vet. Alleen nu heb ik de meest lelijke kleur natuurlijk gekozen. Wit is dit, slaat nergens op. Ik pak even een mooie kleur. Oké, laten we eens even blauw proberen. Oh, in één keer wordt de hele woonkamer blauw. Hier blauw, hier blauw. Dit is insane. Oké, rood. Ja, rood. Chill. TV rood. Dit is echt niet normaal. Dit is zo sick. Yo. Oké, even een beetje groen. Even paars als het chill. Ik doe even paars. Ja, man. Dit is top, hè, jongens. Dit is wel lekker. Ik vind voornamelijk deze lamp aan het plafond heel erg dik. Kijk eens even. Maar goed, ik kan niet langer wachten. Ik moet jullie de studio laten zien. Hij is af. Echt, afgelopen weken ziet mijn huis er zo uit. Al mijn dozen. Ik heb in ieder geval deze lampjes ook mooi geïnstalleerd. Dames en heren, dit is mijn nieuwe studio. Ik heb die RGB tafellicht op 3 hele vette plekken neergezet. Waardoor de muur daar ineens rood is. Daarachter is hij ineens groen. En ik vind dit misschien wel de vetste, jongens. Kijk, mijn whisky rack. Oh. Laat even weten in de comments. Wat moet ik op mijn muur plakken? Hier komt studio foam en daar komt nog wat studio foam. Maar dat boeit niet heel erg. De muren zijn nu nog wat kaal. Kijk het plafond ook. Hoe ziek dit is. Zo, hé. Cable management ziet er goed uit. De lichten zijn mooi. Alles ziet er top uit. Ik denk dat we het gedaan hebben, hoor. Een setup van 10.000 euro. Weet je wat ik ook verbouwd heb? Een complete caravan wat me een jaar tijd kostte. Dat wil jij gewoon zien. Klik hier op de video. Doe!